Waarom heet het dus een dugout? Dat is jij. Nee, jij bent de lijst, hè? Nee, maar jij, man. Ik heb nog nooit een wedstrijd gewonnen van week. We gaan even terugkijken op de wedstrijd tegen AZ. We gaan vooruitkijken voor de wedstrijd tegen Vitesse. We gaan vooruitkijken voor de wedstrijd tegen Vitesse. En nee, dat is geen verspreking. Maar allereerst gaan we even het gesprek van de dag, van de afgelopen dagen, van de week eigenlijk, met de trainer doen. Hij gaat gewoon weg. Koffie met de koning is er straks niet meer. Gelukkig duurt het nog wel wedstrijdjes. Dit is Koffie met de koning. Ja, trainer, waren we net gewend aan koffie met de koning? Vertrek je alweer? We houden het nog even een paar maandjes. Ja, laat het hopen, ja. Nee, daar gaan we ook vanuit. Waarom? Je geeft aan, ik heb andere ambities. Nee. Dat is ook weer allemaal jongens uit zijn verband getrokken. Ik heb het heel simpel. Ik heb één ambitie en dat is om jullie op het veld te staan. Want dat is nou helemaal mijn voetbaltrainen. En niet thuis te zitten. En dat is mijn lust en mijn leven, dus niet thuis te zitten. Het gaat er dus om dat wij de duidelijkheid die de club nu kan geven, is dat wij pas misschien in mei, eind april, dan met elkaar over konden praten. Ja, dat is te laat in het voetbal gebeuren. Dus ik moet ook op een gegeven moment aan mezelf denken. Dat zijn alle andere baantjes alweer vergeven, ja, natuurlijk. En dan is het ook nog zo, is dat je wel zegt van ja, op welk niveau je ook komt, mijn ambities blijven op het voetbalveld staan. En dat vind ik het allerbelangrijkste, met jonge jongens omgaan. Blijft er tussen haakjes jong blij bij. Dus het gaat er dus om dat de duidelijkheid daar niet was. Nou, dat heb ik ook tegen Stan gezegd en Marco van ja, dan ga ik toch verder kijken. Mm-hmm. Dus we hebben dat dinsdag toch op een mooie manier naar buiten gebracht. En uiteindelijk scheiden dan de wegen na 14 wedstrijden. Ja. Maar het beviel ons, het beviel jou, het beviel vanuit de club. Ik vind het jammer. Maar het doet pijn hoor. Dan ben ik serieus, want ik heb ook, waar welk dan ook zit, is zo'n warm nest. En ook de werkethiek met de staf, jongens. En met die jongens, dat is zo mooi. En met deze jongens. Ook dat. Hè. Dan moet ik af en toe dat is het mooiste aan deze baan. Af en toe doe ik nog wel zo, dat denk van, nou, maar allemaal gaan. Nee, maar gewoon het werken met de staf, het bezig zijn en hier mogen zijn. En, ja, dat doet me gewoon pijn om te zeggen van, ja, het was een moeilijke beslissing. En, maar ja, oké, jongens, we moeten door. Ja, maar het kunnen godverdomme nog lekkere weken worden, trainer. Dat er komen lijkt, mooie potjes dat aan, lijkt me wel, weet je. Het is natuurlijk hartstikke moeilijk aanstaande zaterdag en dinsdag. Hè, want dat zijn twee wedstrijden tegen één ploeg. Dat zijn toch altijd wel dat je denkt van, hoe moet je dat allemaal aan de gang krijgen? Nou, we hebben ze hier natuurlijk een tikje gegeven met die 4-1. Ja. Dat speelt bij hun natuurlijk ook. En hoe gaan hun de wedstrijd zaterdag benaderen? Gokken ze alles op de beken? Hè? Dus dat zijn allemaal de vragen die gaan reizen. Maar we hebben echt een mooie uitdagingen te gaan. Trainer, jij kan jezelf onsterfelijk gaan maken hier in Venlo de komende weken. Dan drinken we een paar bakken koffie. Nou, biertjes. Biertje lijkt me biertjes, zeker. Heerlijk, ook goed. Dankjewel, trainer. Succes. Oh, ja. Ik meen het serieus, Lucas. Ik vind het gewoon echt jammer. Ik ook. Niet alleen een hele fijne vent, maar hij heeft het ook gewoon enorm goed gedaan bij klaar, ons. Ja, klaar. Kom dus, op, zeg. Ja, ik was me wel een beetje af aan het vragen. Nou, wat ben je dan op zoek? Weet ik niet. En er kwam eindelijk bij één iemand uit. Lucas, ze willen natuurlijk iemand van de club. Ja. Iemand die zich bewezen heeft als trainer. Ja. Liefst iemand uit de buurt. Ja. Iemand die om kan gaan met allemaal die Duitse spelers. De Duitse mentaliteit. Ja. En iemand die beschikbaar is. Ik hoor de directeur van die supermarkt in Venlo. Ja. Die zou kunnen. Nee, wie is er vrij en heeft er heel veel ervaring in Duitsland? Ja. He, de Meistermacher, Jos Luhukay. Ja, dat kan toch niet anders dan dat Stan vol aan het inzetten is op de komst van Jos Luhukay. Als het Jos niet wordt, we hebben nu koffie met de koning. Misschien kunnen we dan moelen met Mourinho. Pijlja met Pep. Kloeken met Kloppo. Eén van die drie, nu al goed. Nu mag al goed. Als Jos nu niet al kan, één van die anderen. Maar wat doen we met Jos dan? Lekker bakkie met Luhukay? Dat loopt niet, hè? Nee. Moeten we nog over nadenken? Even over nadenken. Moeten we over nadenken. Wedstrijd tegen AZ, ik wil het er helemaal niet over hebben. Ik eigenlijk ook niet. Wat een kutwedstrijd. Ja, ik wil het, ja, en we kunnen wel weer van alles roepen. En we hadden voor heel grappig bedacht. Hé, Jasper, nou, Chris Koem, zolang er tegen school is, steeds neus op wil te zetten. Koem, ook diep door het stof gegaan. Ja, en terecht. Ik vind het vooral een klote voor Koem. Ik vind het klote voor ons. Laten we het vooral niet meer over hebben. We gaan gewoon vooruitblikken, Lucas. Ja. Want het kan een fantastische week worden. Maar kan het lekker zijn, hoor. Ik zei dat tegen de trainer. Ik ben gewoon een beetje nerveus voor die wedstrijden. En ik heb eigenlijk het liefst dat we die volgende week winnen. Ja, kijk, want daar hebben we het vaker over gehad. Als jij die van aanstaande weekend wint, de competitiewedstrijd tegen Vitesse. Hey, is niet legendarisch, hè? Dat vergeet iedereen. Daar hebben we het over 50 jaar niet meer over.
als wij midweeks in de halve finale, ja, ik spreek het gewoon uit. We staan in de halve finale van de beker. Ah, als je die wint, dat gaat langer mee dan ik. En ik weet dat ik oud ben, maar ik heb nog wel wat jaren te gaan. Maar dat gaat langer mee dan jij en ik bij elkaar. Ja, iedereen dat is legendarisch. Iedereen heeft het nu toch ook nog over die halve finale tegen Roda JC. Ja, dat bedoel ik. Van de bekerwens in 59. Dat is meer dan 60 jaar geleden. Je moet gewoon resultaat aan een van die twee wedstrijden. Ja, kijk, ik ben blij met punten. Ik ben nog blijer met de finale plek, maar allebei niet. Zou ik helemaal kloten vinden, heb je helemaal een verloren week. Ja, dan is alles verloren. Ik ben er zelfs voorstander van, hoe raar het ook klinkt, als mensen tijd hebben en je hoeft er niet te werken, dit niet. Neem je maar vrij. Nee, zullen we gewoon een stukje met die bus mee rijden? Dan toeteren we ze toch helemaal naartoe. We tuteren ze naar. Ja, dat is toch fantastisch, man. Dat is een goeie. We gaan mensen gewoon oproepen. Wij spreken hier af. Wij twee zijn erbij. We gaan zelfs allebei met onze eigen auto. Ja. Dus de karavaan bestaat al uit 3 auto's. Namelijk Wimpy Leunen, want die rijdt altijd met zijn eigen bus. Jij en ik. Jongens, sluit je aan. Duct tape mee. We hoeven niet helemaal mee. Je moet dat doen. Jij zegt duct tape. Je moet gewoon eigenlijk, als je een oude auto hebt, zoals die taxichauffeurs in Thailand doen, tandenstokertje in die toeter en gaan. Ik vind het mooi. Zullen we ze gewoon maar begeleiden? Wij gaan ze gewoon begeleiden. Dit was Koffie met de Koning. Nog steeds met de Koning. Nog 12 wedstrijden minimaal. Misschien nog wel 14 wedstrijden. We gaan het zien. 2 keer Vitesse. 1 keer winnen. Minimaal.